Oh, je ziet het allemaal. Erik, geef al een bril. Goed, goedenavond allemaal, beste kijkers. Allereerst, het is natuurlijk de eerste avond van het jaar van Realtime. Dus ik wil jullie allemaal nog een goed nieuw jaar wensen. En het is te hopen dat we dit aankomende jaar weer mooie avonden kunnen verzorgen. Jullie kunnen inspireren en meer kunnen gaan delen vanuit het woord. Vanavond is bij ons een bijzondere gast, namelijk evangelist Ruud Kuijer. Gewoon hier uit Oude Tongen. En hij gaat hier vanavond met ons iets delen over evangelisatie. Hij is zelf een evangelist. En hij zal vanavond ook iets delen. Bijzonder evangelisatie vanuit Gods Vaderhart. Een zeer belangrijk punt. Vragen kunnen gesteld worden in de live chat. Dus als je nou een vraag hebt tijdens de lezing. Schrijf hem direct even op. Of gooi hem direct even in de chat. Dan kunnen we die daarna allemaal op een rijtje zetten en behandelen. En schroom vooral niet. Dan gaan we nu eerst beginnen met het zingen van een lied. Of met een psalm, eerlijk gezegd. En wel psalm 25, vers 6 en 7.
wil ik nu voorgaan in gebed. Heere God, Vader in de hemel, U de eeuwige en almachtige God bent. Wat zijn we U dankbaar vanavond, dat we mogen horen over U. Wat zijn we dankbaar dat we dat openlijk kunnen doen. En dan willen we belijden vanavond dat we Uw liefde niet verdienen. Dat we dat helemaal niet verdienen, maar dat U wel goed bent. En dan willen we blij dat U zo vol genade bent en zo vol barmhartigheid. En dan is het zo bijzonder om over na te denken. En dan, als wij de mensen zijn die daarvan af weten, als wij hebben geproefd en gezien dat de Heer goed is, wat is er dan nog? Wat rest ons dan nog om dat te delen met andere mensen om ons heen? En dan is dat ook iets vanavond waar we over willen horen. Dan willen we horen over wie U bent en meer daarvan. En dan willen we vanavond ook horen over hoe we dat kunnen delen met anderen. En dan kunnen we dat ook niet alleen. En dan zijn we ook daarin volledig van U afhankelijk. En dan wil ik ook vragen of U ons een hart wil geven. Bewogen met barmhartigheid. Bewogen met de medemensen om ons heen. En uw vragen wilt u Ruud vanavond zegenen. Hem de woorden in de mond geven, Heilige Geest, dat hij de woorden geven zal, de woorden zal spreken over u. Dat zijn voorbereiding ook terug zal komen en dat hij iets met ons te delen heeft vanavond. Inspireer ons zo vanavond en wees met ons. In Jezus' naam. Amen. Goed, dan gaan we nu weer een lied zingen en wel hier in uw heiligdom. Gaan we nu een stukje lezen uit Matteüs, het hoofdstuk 9, en dan de laatste aantal versen.
Dat is Matthäus 9 vanaf vers 35. En ik wilde eigenlijk van tevoren nog kort samenvatten waar het hoofdstuk over ging. Maar toen las ik vers 35 en dacht ik van nou ja, goed, daar staat het eigenlijk al helemaal. Dus we beginnen met 35 en staat boven: de oogst is groot. En Jezus trok rond in al de steden en dorpen en gaf onderwijs in hun synagogen. En hij predikte het evangelie van het koninkrijk. En hij genas iedere ziekte en elke kwaal onder het volk. En toen hij de menigte zag, was hij innerlijk met ontferming bewogen over hen, omdat zij vermoeid en verstrooid waren, zoals schapen die geen herder hebben. Toen zei hij tegen zijn discipelen: de oogst is wel groot, maar er zijn weinig arbeiders. Bid daarom tot de Heere van de oogst, dat hij arbeiders in zijn oogst uitzendt. Nou, dit is het gedeelte waar evangelist Ruud Kuijer vanavond met ons over zal gaan nadenken. En voordat hij dat gaat doen, zingen we nog één lied. En dat is Spreek, o Heer. En daarna zal ik Ruud uitnodigen om naar voren te komen. Thank you.
Gaan we beginnen? Kan ik beginnen, ja? Goedenavond allemaal. Het is apart om te spreken tegen mensen die ver weg zijn. Of misschien wonen ze wel om de hoek. Maar in ieder geval niet in de zaal. Maar ik ben toch blij met de mogelijkheid om hier te zijn vanavond. En eerst even kort over mezelf. Ik ben Ruud Kuijer. Ik ben een oude tongen sinds 20 jaar. Ik ben getrouwd met Henny van bijna 43 jaar. We hebben 5 kinderen en 13 kleinkinderen inmiddels. Dus we zijn een hele rijke stam, om het zo maar te zeggen. We hebben 12 jaar in Madrid gewerkt met ons gezin. En daarna zijn we op Flakey komen wonen. En hebben we van daaruit 10 jaar mogen werken onder de zeelui in Rotterdam. Een enorm groot zendingsgebied. Als mensen nog op zoek zijn naar een roeping, dan is het om de hoek. De zeemanszending. Mensen komen uit zoveel landen. En zeelui zijn echt hele eenzame mensen. Mensen merken wel dat vooroordelen hebben soms over zeelui. Denk, oh, die zeelui, drinkenbroers en rokkenjagers. Maar die hebben in Nederland ook. Dus het is een hoop nood. Dus mochten jullie het team van Felix Hendricks, die nu die in Duitsland woont, met zijn vrouw en kinderen, willen gaan versterken. Ik heb het 10 jaar geleden mogen overdragen aan hem. Dan kunnen ze heel wat mensen nog gebruiken om daar te werken. Nou, vanavond wil ik proberen met jullie iets te delen over het vaderhart van God. En in eerste instantie over evangelisatie vanuit dat vaderhart. Want zonder dat vaderhart kunnen we helemaal niks. Maurice heeft het tekstgedeelte al gelezen. En als je dan ook dat leest in Matthäus, dan staat hier, toen hij de menigte zag, was hij innerlijk met ontferming bewogen over hen, omdat zij vermoeid en verstrooid waren, zoals schapen die geen herder hebben. In andere vertaling staat, dat ze voortgejaagd en afgemat waren. Dat vind ik heel sterk nog uitgedrukt. Voortgejaagd en afgemat, als schapen die geen herder hebben. En we weten, als we de Heer Jezus kennen, en we kennen Psalm 23 en Johannes 10, waar het gesproken wordt over de goede herder. Maar deze mensen waren dus als schapen die geen herder hadden. En als we Psalm 23 lezen, dan weten we daaruit ook wat hij allemaal kan doen. Wat hij allemaal voor zorgt. Hij leidt ons in zeer stille wateren en hij verkwikt ons. Voordat ik hiermee verder ga, ik werk bij een boekenzending. We hebben daarmee in Spanje gewerkt. En nu werk ik op internationaal niveau. Nu kan ik niet reizen. Dus we doen wat onze hand vindt dat we doen hier in de buurt. En ik wil graag wat 2 boekjes bij jullie onder de aandacht brengen. Dat is dit boekje van om een Bijbel geschreven. Nederig leven. We zongen net ook over nederigheid. Dit is van Jerry Bridges. Een heel mooi boekje over nederig leven. We zongen net ook dat we nederig moesten leren zijn. Hè. Gebaseerd op de zaligsprekingen. En een enorme uitdaging voor gebed. De opwekking in China. Klein boekje. Van een hele geweldige, krachtige inhoud. Dus er zijn niet veel mensen, maar mochten mensen geïnteresseerd zijn. Dit boekje heeft mijn leven diep aangeraakt. Want ik geloof 100% in de kracht van de lectuur. Ik heb een bus die buiten staat op de parkeerterrein. En er staat op, omdat een boek je leven kan veranderen. En dat geloof ik. Ook toen ik nog geen christen was, geloofde ik in lectuur. Ik las heel veel. Maar toen ik de Heer Jezus leerde kennen, wist ik ook dat mijn hart hierdoor kon veranderen. Er liggen ook deze dvd's op de boekentafel. Die zijn gratis. Dit is niet in het Nederlands. Dit is in het Engels, Frans en het Arabisch. Ik weet dat jullie het Arabisch allemaal machtig zijn natuurlijk. Maar in ieder geval, zijn subtitels zijn in het Engels en het Frans. Het zijn 5 getuigenissen van ex-moslims. De 4 mannen hier op de foto zijn acteurs. Maar het meisje uit Indonesië, dat speelt haar eigen leven, haar eigen rol. Dus je mag het zo meenemen. Oké? Echt heel waardevol om die getuigenissen te lezen. Ik zal die boek even daar neerleggen. Dat is makkelijker, hè? En ik weet niet wat jullie voor gedachten hebben bij evangelisatie eigenlijk. Ik heb hier een beetje opgeschreven. Is evangelisatie
statistieken verzamelen. Van met hoeveel heb ik gesproken, hoeveel heb ik het evangelie aangenomen. Gewoon dat je dat in een statistisch model kunt pakken. Maar ik wil je gewoon bemoedigen vanavond, ook iedereen die kijkt ook, dat bij God gaat het niet om statistieken. Bij de Heer gaat het om mensen. En we moeten altijd ook naar mensen blijven kijken. Is evangelisatie, zou je ook kunnen denken, oh, dan komen er weer meer mensen bij ons bij de kerk. Of bij onze gemeente. Daar gaat het ook niet om. Of is het wegwijzer zijn dat ze net zoals een bedelaar een andere zwerver wijst naar een plek waar hij brood kan vinden. Naar het lam van God. En dat is eigenlijk waar we het over vanavond over willen hebben. Ik wil je gewoon aanmoedigen ook om de stukje van Matteüs 9 thuis nog eens goed rustig na te lezen. Want Jezus Christus, die keek heel aandachtig naar de mensen. Want toen hij de menigte zag, was hij innerlijk met ontferming bewogen over hen. Omdat zij vermoeid en verstrooid of belast waren. Hè? De Heer Jezus heeft nooit naar mensen gekeken als een nummer. Toen hij die menigte zag, zag hij geen menigte mensen zo in een massa. Hij zag een persoon. Een persoon. Het was geen oppervlakkige observatie of analyse. Oh, dat zijn er zoveel. Ik schat er ongeveer zoveel. Hij keek diep in die mensen. Het waren allemaal mensen met een verhaal. Mensen. Gewone mensen zoals jij en ik. Zondige, verloren mensen. Ook zoals wij zijn. Met maskers op. Want het gebeurt niet gauw dat iemand, wanneer je hem voor het eerst ontmoet, dat hij gelijk zijn ziel blootlegt. Dat hoeft ook niet. Maar we hebben de neiging om onze maskers op te houden. Bij de Heer Jezus is er nooit een emotionele opwelling geweest. Hij keek naar de mensen door en door. Ik heb vanmiddag, ben teruggekomen bij een oude tante van mij die is ernstig ziek. Ik heb in het bed gezeten. Toen stelde ik me zo voor, denkend aan deze avond ook, hoe zou de Heer Jezus nou naar haar kijken? Deze lieve tante van mij, die ernstig ziek is. Ze is een kind van God. En ze kon niet zoveel meer praten. Een beetje warrig was ze, ze was in de war. Maar toen zat ik met haar daar. En toen dacht ik, bij God, bij de Heer God gaat het om die ene mens. Wij denken gewoon in nummers vaak. Maar bij God is dat niet zo. Ik weet niet of mijn tante nog zal zien, want het gaat niet zo goed met haar. We gaan er van de week weer heen. Maar de Heer Jezus is het grote verschil, die maakt het grote verschil. Want die heeft een barmhartig hart. En bij hem is altijd gebrokenheid en diep verdriet. En dat is bij ons natuurlijk ook nodig. En dat is de juiste houding die wij mogen leren. Als Maurice, en stond ook in de zaaier van evangelist Ruud Kuijer. Maar we zijn allemaal evangelisten, hè? Als we de Heer Jezus kennen, zijn we eigenlijk allemaal evangelisten. Allemaal op onze eigen manier. Maakt allemaal niet uit. Hè? We zijn allemaal op onze eigen manier. De basis van evangelisatie is eigenlijk heel simpel. Is het altijd het vaderhart van God op zoek naar verloren mensen. En daarom hebben zachte harten nodig. Van nature heb ik geen zacht hart. Toen wij in Madrid woonden, en misschien heb ik dat wel meer verteld ergens hier op het eiland. Toen woonde ik op een flat. Nou ja, alle mensen wonen op een flat. Dus het is een miljoenenstad. En nu ligt er een groot pak sneeuw, gezien. Nou, het sneeuwt er bijna nooit, maar nu hè, een heel groot pak sneeuw. Maar de eerste paar maanden dat we in die flat woonden, we woonden op de onderste verdieping van de flat. En mijn vrouw Henny, die had de was buiten gehangen. Er was een stukje was ook gevallen. Dus ze ging naar beneden om het op te pakken. En toen vond ze een gebruikte naald. Onder het balkon van ons. Dus daar heeft iemand zitten spuiten. En toen dacht ik bij mezelf, wat een stomme vader ben ik eigenlijk. Hoe durf ik mijn kinderen, mijn vier dochters hadden we toen. We hebben in Madrid nog een zoon gekregen.
Maar zijn we 4 kleine meisjes weggegaan. Ik ben toch gek ook dat ik hier ga zitten in die stomme stad. En mijn kinderen in gevaar brengen. Want het was onder ons samen gebeurd. Stel je voor dat ik een van onze tweelingen naar beneden had gestuurd. Ik zei, pak even een stukje was. Goed voor mama. Zo. Maar op hetzelfde moment dat ik dat dacht, toen realiseerde ik me ook dat de Heere God niet zo denkt. Die denkt niet van de stomme stad Madrid. Of die verslaafden. Nee, die denkt zo niet. Dus de enige oplossing voor mij was toen op dat moment, dat ik op mijn knieën moest gaan en vergeving moest vragen aan de Heere God. Zeggen, wilt u me weer vullen? Wilt u mij weer vullen met uw liefde voor de stad? Voor de mensen om ons heen? Want we zijn allemaal, voor God zijn we allemaal hetzelfde. Maar altijd evangelisatie, dat begint in ons eigen hart. Zelf ben ik niet in de christelijke gezin opgegroeid. Tot mijn 19 had ik nog geen kerk van binnen gezien. Maar op een dag, ik woonde toen in IJsselstein bij Utrecht. En liep ik op straat. Ik was toen, ik ben 65 nu. En toen was ik een soort hippie met een bonte en lange haren. In de tijd van de Rolling Stones en Jimi Hendrix. De Rolling Stones die gaan nog steeds door. Hè? En dat was mijn leven. Ik ben opgegroeid bij mijn oma ook. En toen stonden er 2 mannen. Dat bleken al theologiestudenten te zijn. Dat wist ik helemaal niet wat dat was, een theologiestudent. En die stopte mij. En die vertelde mij over de liefde van God. En dat was eigenlijk de eerste keer in mijn leven dat iemand duidelijk probeerde uit te leggen wat het evangelie inhield. En langzamerhand begon het door te sijpelen in mijn hoofd wat Gods liefde eigenlijk was. Toen ben ik naar de kerk gegaan. Dat was toen de gericht met de bondsgemeente aan IJsselstein. En voor mij begon gewoon een heel nieuw leven. Ik was altijd een half uur voordat de dienst begon al in de kerk. 'S Ochtends en 's avonds. En ik dronk het in. Wist ik toen echt wat zonde was? Nee. Ik was 19. Maar langzamerhand begon ik te leren, ook door het woord van God, dat Hij zo genadig voor mij geweest is. En nu ik 65 ben, begrijp ik het nog meer. Hoe genadevolle God we hebben. En dat we gered zijn om te redden. Maar ik dronk het in. Ik heb stap voor stap ook gebroken met mijn oude leven. Omdat sommige dingen waren niet zo duidelijk voor mij. Maar de Heere God is zo genadig geweest. En daarom denk ik ook altijd, als de genade is geweest voor mij, dan is de genade voor iedereen. Dus je kunt het aan iedereen uitdelen. Hè? Maar waarom vertel ik dit verhaal nou? Ik vertel dit verhaal omdat de mensen die mij stopten, zou ik maar zeggen, bij de evangelisatieboekenkraam van de Hervormde Kerk, dat die niet naar mijn uiterlijk gekeken hebben. Lang haar, een bontjas, en misschien vielen we hadden nog laarzen met franjes, grote laarzen, allemaal franjes, dat was de mode toen, hè? En lang haar. Maar ze keken niet naar mijn uiterlijk. Waar ze wel naar keken, was naar de mens zonder God. Het zijn vrienden van me geworden. Ze hebben mij thuis uitgenodigd ook. Een stukje gastvrijheid gegeven. En langzamerhand begon het steeds met de dagen hoe groot God was. En daarom zonder die reddingsoperatie van hun kant, zou ik maar zeggen, dat God hun gebruikt heeft, had ik ook nooit het evangelie kunnen uitdelen. Het moet eerst je eigen hart veranderen. Wil je naar een ander kunnen uitreiken? Want als je er niet zeker van bent, dan wie Jezus is, of je gelooft niet in hem, ja, en wat heb je dan te vertellen? Dat betekent niet dat we ons verheffen natuurlijk, hè? Maar dat we gewoon met ons, met een open hart ook naar de mensen toe gaan, met een open en niet veroordelende houding. Dus niet letten op hoe de mensen eruit zien. Je kunt er verbaasd over staan wat voor volk je tegenkomt. Toen we in Madrid woonden, gingen we ook naar rockconcerten, heavy metal,
In die tijd waren de bands Judas Priest en Iron Maiden. Iron Maiden die heeft soms nog wel optredens. En Ozzy Osbourne van Black Sabbath, dat zijn ook van die heavy metal groepen. Maar ik vond het heerlijk om daar naartoe te gaan. Niet omdat ik het eens was. Vroeger natuurlijk speelde die muziek ook van Ozzy Osbourne. Maar als je dan naar zo'n groot plein in Madrid kwam, allemaal jongeren in zwart, met allemaal kettingen en oorbellen en rinkelende armbanden, weet ik het allemaal. Maar het interesseerde me eigenlijk helemaal niks. Het is gewoon geweldig om naar die jongens toe te gaan. Want ik begreep ook in mijn eigen leven de kracht van muziek. Muziek is een enorm krachtig middel. Zowel positief als negatief. En als je dan met die jongens sprak, dan waren het gewone jongens die in school gingen, die studeerden. Gewoon hartelijke jongens. Er was ook echt een harde kern bij. Op een avond Iron Maiden stond ik ook met een stapeltje folders die we zelf gemaakt hadden. En een jongen in een rolstoel notabene, die sloeg die folders op mijn hand toen ze op straat vielen. Hij zegt, plot op. En ontneem de illusie van de jeugd niet. Ik zei, het is inderdaad, dacht ik later nog over zijn opmerking na. Het is een illusie. Maar ik begrijp het wel. Als je kan overgeven aan muziek. Ik dacht vroeger al, toen we nog niet Heer Jezus kenden. Toen dacht ik altijd, dit muziek zal de mensen eigenlijk verbroederen, altijd. Maar het is niet zo. De enige die echt vrede kan geven, dat is de Heer Jezus zelf. En toen met Ozzy Osbourne hadden we een klein traktaatje, een A4, een wit A4'tje. Met aan één kant de tekst, wie is Ozzy Osbourne, hadden we een postbus bij gedaan. Waar mensen konden reageren. En toen heeft de muziek wat heavy rock. Daar kocht ik elke maand om een beetje bij te blijven. Hadden ze ons, er was natuurlijk een verslag over Ozzy Osbourne voor zijn concert. Ozzy was hier, in het Spaans natuurlijk dan. Hè. En ze hadden Andy, de fanatieke evangelicos, de evangelische waren er ook. Toen hadden ze ons traktaat midden in het blad gezet, op de pagina hadden ze afgedrukt. Gelukkig dat we niet aan twee kanten gedrukt hadden. Alleen een klein stripje. We hebben zoveel reacties op gehad. En om het lang wel kort te maken, want ik heb niet zoveel tijd. Is er zelfs, zijn de mensen tot geloof gekomen. We hebben ook hele negatieve reacties gehad. Maar één meisje kwam tot geloof, een jong meisje. En haar vriend was van de Satanskerk. Die had hun zelfmoord gepleegd. Maar zij kwam tot bekering. Ze trouwde later met iemand uit Zuid-Spanje. En die heb ik ontmoet, die jongen. Carlos Laborda heet hij. En daar uit die bekering ook van die jongen is in de Zuid-Spanje, in Valencia, is er een biker church ontstaan. Een kerk die eigenlijk vooral bestaat uit motorrijders. En denk je, voor één zo'n foldertje heeft God gebruikt om dat tot stand te brengen. En dan word je gewoon klein van niet zeggen, oh, dat hebben wij gedaan. Nee, we hebben gezaaid. En daarom wil ik jullie ook aanmoedigen allemaal, of je thuis bent dat je zaait. Neem altijd wat folders mee in je zak, want je weet nooit wie je tegenkomt, in de bus of in de trein of waar je dan nog heen gaat. Wees creatief om dingen uit te delen. Ik heb hier ook wat foldertjes liggen als voorbeeld. Maar dat is gewoon dat we mogen uitreiken, dat de Heer Jezus, die keek ook naar die mensen, omdat ze vermoeid en verstrooid waren. En dat is het grote geheim van het vaderhart van God. En ook in evangelisatie mogen we nooit vergeten waar wij vandaan gekomen zijn. Ik hoop dat het een beetje overkomt dat ik zeg. We mogen nooit vergeten waar wij vandaan gekomen zijn. Dus we kunnen ons nooit verheffen. En als we aan ons eigen hart steeds meer leren kennen, dan hoeven we nooit te wanhopen aan wat God kan doen in andere mensen. Als we ons hart steeds meer leren kennen, dan weten we hoe klein we zijn en zwak we zijn. Maar God, die kijkt er dwars doorheen. En dat doet hij met andere mensen ook. En we moeten en mogen er naar jagen om het vaderhart van God te kennen. Een tekst in Spreuken, die wil ik even met jullie lezen. Spreuken 24, vers 11 en 12. Wacht hoor. Spreuken was 24, dat is waarschijnlijk een hele bekende tekst ook voor jullie. Daar staat, red hen die opgepakt zijn om te sterven.
Wee u als u zich afzijdig houdt van wie wankelend ter slachting gaat. Wanneer u zegt, zie, wij hebben dit niet geweten, zal hij, de Heer, die de harten toetst, dat niet merken? En hij die uw ziel gadeslaat, zal hij het niet weten? Er staat in een andere vertaling, staat, red hen die ten dode gegrepen zijn. Dat is een opdracht voor ons als christenen. Red hen die ten dode gegrepen zijn. Dat we ons niet van niemand afwenden. Dat we bewogenheid zullen hebben. Wij hebben een duidelijke boodschap voor de mensen. En ik weet niet, ja, op het scherm zal het moeilijk te zien zijn. Maar ik wil u even kort. Wie van jullie kent dit? Een kubus? Nee? Nou, ik zal het even heel kort uitleggen. Dat had ik ook bij de zeelui. Ik heb het op de boekentafel ook liggen. Dit zijn wij. Ik hoop dat je een beetje kunt zien. De persoon in het donker. Dat zijn wij. En dit is God als licht. Er is scheiding. Waarom? Omdat de zonde er is. Maar de Heere God, die houdt zoveel van ons, dat hij daarbij niet gelaten heeft. Kijk, wat er gebeurd is. Ik vouw hem open nu een stukje. Dit was Gods oplossing. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat ieder die in hem gelooft niet verloren zou gaan, maar eeuwig leven heeft. Maar de mensen hadden zo'n hekel aan, die hebben hem gedood. Toen werd hij begraven. Maar we weten wat er gebeurt op Paasdag. Hij is opgestaan. Mohammed en Boeddha, die liggen nog in een graf. Maar Jezus is de enige die opgestaan is. De rest liggen daar nog. En zo is de weg tot God geworden voor ons. Kijk zo mooi. De Heer Jezus is de weg tot God geworden voor ons. Nou, hij wil het licht. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Zegt hij toch in de Bijbel? Dat weten jullie. En niemand komt tot de Vader dan door mij. Er is dus geen andere weg dan Jezus Christus alleen. En kijk eens naar dit. Hij steekt zijn hand uit de Heere God naar de mensen. En dat had ik ook aan boord van de zeeschepen ook verteld aan de zeelui. Hij steekt zijn hand zo liefdevol uit naar ons. Maar we moeten hem zelf pakken. En ik weet in mijn eigen leven dat ik hem gepakt heb toen 19 was. In mijn zwakheid. Maar steeds meer kom ik erachter dat hij mij gepakt heeft. Ik snap er ook nog helemaal niks van. Maar het is zo gebeurd. Want hij wil dat we hier bij hem zijn. Voor altijd. En niet hier. Niet hier. De laatste foto, zal ik maar zeggen. Is, als hij ons hart verandert. Dan zie je het rechte plaatje. Dan gaan we bidden. Niet alleen tot onze Vader. Maar gewoon we gaan spreken met God. Bidden is praten met God. Overleggen met God. Luisteren naar God. En natuurlijk de Bijbel, hè. Zonder de Bijbel, wat zijn we dan? Dan zijn we zonder voedsel. Want door de Bijbel groeien. En dan, wat heb je ook nodig? Andere christenen. Ik ben zo blij dat ze een bruine en een blanke hand getekend hebben. Want voor God maakt het niet uit. De huidskleur of waar je vandaan komt. Een christen in Rusland die ik ontmoet. Ik heb Russische collega's die ik ontmoet. Zijn mijn broeders en zusters. Maakt niet uit. En ook een heel belangrijk iets. Het laatste plaatje is het kruis. We mogen niet zwijgen. Ik weet dat er soms dat je tegenop kunt zien. Weet ik uit eigen ervaring ook, hè? Dus ik ben niet gearriveerd in die zin. Maar ik vroeg een keer aan een zeeman. Wat zou je van mij denken als ik een belangrijk medicijn, en dat is helemaal toepasselijk in deze tijd waar we nu in leven, en ik zou dat medicijn helemaal voor mezelf houden. Wat zou je ervan bedenken? Hij is een groot egoïst. Dus je hebt gelijk. Maar zo is het met het evangelie ook. Als we het voor onszelf houden, want wij, niet uit hoogmoed, hebben het woord voor de wereld. En de Heer zegt, tot wie zullen we anders heen gaan? Waar moeten we anders heen? Dus wij hebben het woord voor de wereld. Niet uit hoogmoed, of dat we beter zijn dan de mensen die niet geloven. Helemaal niet. Maar we moeten onze mond open doen en je zult verbaasd staan van de reacties van de mensen. Omdat ze willen luisteren ook naar je woord. Kijk, ik heb hier een t-shirt op. En dat is wat we nodig hebben in ons hart. Let our hearts be broken about the things that break the heart of God. Laat ons hart gebroken zijn over de dingen die het hart van God breken.
Ik ga er volgende week een paar ophalen bij de vroegende wij. In het Nederlands ook. Maar laat ons hart gebroken zijn over de dingen die het vaderhart van God breken. En dat heb ik het voor de achterkant gezet. Speciaal als ik op straat op dat mensen het kunnen zien. Ik heb er nog een laten maken, ook in het Engels. Dat is ook heel mooi, hè? Ik ga geen. Die tekst heb ik zelf erop gezet, hoor. En het staat: Kijk naar de mensen, look to the people of this world through the loving eyes of God. Laten we naar de mensen kijken met Gods liefdevolle ogen. En niet met vooroordeel waar ik het eerst over had, hè? Kijk naar de mensen met de ogen van God. En dat kunnen we niet uit onszelf. Ik weet het. Ik weet dat eigen ervaring. Heb ik net ook verteld over dat keihard zijn in mezelf. We moeten naast de mensen gaan staan. En ik heb het ook nodig. Toen ik dit erop liet zetten, heb ik ook aan God gevraagd van: Heren, wilt u me echt breken? Wilt u me breken mezelf, zodat de wereld om me heen, dat we iets voor de mensen die verloren gaan kunnen betekenen. Dat we een zacht hart hebben. Een zacht hart, een invoelend hart, een empathisch hart. We moeten naast de mensen gaan staan. En ik heb hier ook opgezet: we hoeven niet te scoren of te winnen. Ik werkte ook in Madrid, dat is een heel praktisch voorbeeld. In de Feria de Libros, een hele grote boekenbeurs. Dit jaar was ze gecanceld vanwege de corona. Maar het grote, ik weet niet wie er wel eens in Madrid geweest is van jullie. Mooie stad trouwens. En we hielden ook echt van die stad. Er is een heel groot stadspark, het Retiropark. Heel mooi. Maar er stond elke keer in mei, juni, staan 3 weken achter elkaar, zaterdag, zondag ook, inclusief, een hele grote boekenbeurs met die gesloten cassettes met luifels, weet je wel. Misschien kun je dat een beetje voor je halen. En misschien kun je dat een beetje voor je halen. En er stonden gewoon met een boekenstand met onze boeken. En er stonden ruim 500 van die dingen, 3 weken lang. Hè. De beroemde schrijvers kwamen daar. En soms hadden we 2 miljoen bezoekers. Dat is natuurlijk geweldig, evangelisatiepost. En dan kwam een man, die kwam bijna elk jaar, en die heet Manuel. En die Manuel, in die zin was een lastig mannetje. En die ging altijd met mij in discussie over dingen. En op sommige van zijn vragen wist ik geen antwoord. Toen vroeg ik op een dag aan Manuel. Ik zei: Manuel, zou je het goed vinden als ik een vriend uitnodig, die misschien ook jouw vragen zou kunnen beantwoorden? Nou, dat vond ik best. Want hij was echt... Hij denkt, nou, dat varkens zou ik wel even wassen. Maar Manu Fernandez, ook een goede vriend van ons, een zendeling in Guatemala, ik zeg, zou je met me mee willen gaan? Zo en zo is de situatie. Ja hoor. Dus ze zijn naar het huis van die man die al die vragen stelde. Niet om eigenlijk de antwoorden te krijgen, maar hij wilde gewoon zijn gelijk bewijzen. En Manu Fernandez, die sprak met deze man. In zo'n goede, overtuigende manier. Want die kende ze bij wel door en door, maar ook de geschiedenis en de cultuur, et cetera. Dus eigenlijk die man die altijd zo kritisch was, die werd eigenlijk gewoon van het bord geveegd. Maar niet om van: ik zal je eventjes van het bord vegen. Maar wat hij ook zei, Manuel Fernandez had een antwoord. Maar in een niet hoogmoedige manier. Hè? Gewoon een nederige manier van: nee, dit is de Bijbel, dit is de cultuur. Nee, dat heb je verkeerd. Dat moet je zo lezen. Dus eigenlijk was die man sprakeloos. Maar nou komt het. En daar draait de evangelisatie om. Ik hoop echt van harte dat ik jullie mee mag bemoedigen. Het was niet Manuel Fernandez te doen om te winnen, want op het laatst zei hij: oké, hij zei, kunnen we een discussie winnen of verliezen? Hij zei, maar uiteindelijk waar het allemaal om gaat, we gaan allemaal dood. En wat zal dan onze eindbestemming zijn? Dan zei hij ook oprecht, die man aankijkende, hij zei: Manuel, hij zegt, wat is dan het doel van het leven? Het doel, en dat doen we gewoon in het evangelie, heel duidelijk uitleggen. Hij zegt, het is of hemel of hel. En dus de bewogenheid van Manuel, die nam de overhand boven zijn kennis. Het ging hem om het hart van die man. Het ging niet om zijn gelijk te krijgen. Hij had gelijk, want hij won de discussie.
Maar daar ging het niet om. Het ging om dat hij zou kennen wie Jezus Christus was. Nu wil ik dit boekje onder de aandacht brengen. Ik ben echt de tijd vergeten. Maurice, sorry. Kan wel even. Ja, oké, sorry hoor. Ik wil een stuk. Dit boek is een geweldig boekje. Herdruk naar herdruk. Floyd McLean en zijn vrouw die werkten met hun gezin in de Rosse buurt van Amsterdam. Amerikanen, maar met een hart voor de mensen, gigantisch. En om tijd weer kan ik het eigenlijk niet lezen meer, maar er staat hier een mooi verhaal in van een Thaise jongen die de wachtende vader, sorry, 7 minuten, oei, dat behalen jongens. Maar in ieder geval, maar die jongen die ging helemaal de mist in, maar lees het maar. Oké, en het gaat over de wachtende vader. Deze Sabbat is echt gebeurd ook. Uit Thailand, die ging van het platteland naar de stad Bangkok. En dan kwam hij eigenlijk in de onderwereld terecht. Prostitutie. Hij ontvoerde meisjes en nou, die werd allemaal gebruikt daar. En maar toen werd hij beroofd, dus zijn hele status was weg. Toen besloot hij naar zijn vader een brief te schrijven. Hij schreef aan zijn vader een brief. Zijn vader, u weet, want de familie op het platteland wist al waar hij in terecht gekomen was. Ik heb dit en dit gedaan, ik weet dat ik de familie eer groot besmeurd heb. Ze waren een christen. En die zei, mag ik thuis komen? Mag ik alsjeblieft weer thuis komen bij u? En toen zei hij, maar ik pak zaterdag de trein. En als de trein langs ons huis komt, wilt u dan een witte doek? Misschien ken je het verhaal wel. Witte doek in de boom binnen, zodat ik me thuis mag komen pakken. En hij was zo zenuwachtig. En eindelijk ging die een man tegenover hem. Die zag dat hij heel zenuwachtig was. Dus hij stortte zijn hart uit. En toen zei hij van, meneer, wilt u kijken of er misschien een doek in die boom zit? Dat is de enige boom langs de treinspoor. En hij durfde niet te kijken. Wilt u voor me kijken? Dus hij deed zijn hoofd naar beneden. En die man zei, kijk op, kijk op. En toen was de hele boom in de vaderstuin was vol, was bezaaid met witte doeken. Dus hij mocht thuis komen. En dus hij ging naar zijn vader terug. En zo is God ook. Je moet het zelf maar even lezen. Het is een heel mooi verhaal. En het is ook echt gebeurd. Dat God zo genadig voor ons is. En dan zie je, bij God is vergeving, evangelisatie. Lieve mensen, dat gaat niet over scoren en hoeveel traktaten we uitdelen, maar of met Gods hulp de mensenharten kunnen bereiken. En dat een gebroken hart, dat is het laatste wat ik kan zeggen, ik ben eroverheen al. De Heere God wil zijn gebroken hart met ons delen. En om dat hart van God te leren begrijpen, dat kost tijd, om dat te ontdekken. En dus alles wat ons verhindert daardoor, moet aan de kant gaan. Zonder een gebroken hart en tranen voor de mensen of situaties is het ploeter en moeizaam. Als ze geen gebroken hart hebben, kun je niks betekenen. Lees thuis nog eens ook Psalm 119, vers 136. Er staat, mijn ogen vloeien als waterbeken. Waterbeken, helemaal, ik kan niet stoppen, omdat men uw wet niet onderhoudt. Dat we dat gevoel voor de mensen om ons heen krijgen. En als we een zacht hart hebben, dan kan God ons gebruiken. We kunnen allerlei tactieken en studies doen of evangelisatie. Maar eerst gaat het om ons hart. Of onze harten zacht zijn. En dit boek heb ik op mijn bureau staan. Weep for the City over de opstanden in Liverpool, jaren geleden. Dat heb ik gewoon op mijn bureau staan als herinnering. Dat we, als we niet leren te huilen om de dingen die om ons heen zijn, dan kan God dus niet gebruiken. We moeten zachte harten hebben. En dat is de basis van evangelisatie. Dank u wel voor de 2 minuten extra. Sorry. Ik wil het hier maar bij laten. Dankjewel. Allemaal. Goed. Ruud, bedankt voor de mooie toespraak. We gaan straks kunnen we er nog verder op ingaan. Er zijn wat vragen gesteld al. En die gaan we straks
beantwoorden. Althans, dat zal Ruud hopen te doen. In de tussentijd gaan we eerst nog een aantal liederen zingen. Psalmen. We beginnen met Psalm 107. Vervolgens zingen we ook nog Aan uw voeten, Heer. En door de wereld gaat een woord. En tenslotte Jezus, hoop van de volken. Schroom vooral niet om in de tussentijd nog een vraag te stellen. En, dan gaan we nu beginnen met Psalm 107. Thank you.
Thank you.
Zo. Nou, er zijn een aantal vragen binnengekomen. Dus die wil ik u gaan voorleggen. En dat is de eerste vraag. Wanneer geldt de regel geen parels voor de zwijnen gooien? Dat staat in Matthäus 7. Ik heb het er even bij gezocht. Staat dit. Het gaat over de splinter en de balk. En dan in vers 6 staat er. Geef het heilige niet aan de honden. Werp uw parels niet voor de zwijnen. Opdat die ze niet op enig moment met hun poten vertrappen, zich omkeren en u verscheuren. Dus ik ben benieuwd wat u te zeggen hebt. Ik kan die microfoon even breken. Nou, dat is eigenlijk wel een hele praktische vraag. Maar ik denk wel dat we kijken naar de situatie waarin we in zitten. Ik denk dat onze eerste opdracht is om te zaaien wat we doen. Dat we weten dat het dus mensen of collega's dat we eerst de lijn van het geest alles moeten doen om te zaaien. En we hebben een paar uur zwijnen. Ja. Een beetje lastig, want eigenlijk weet je nooit wat je voor de Heer Jezus zegt. In hetzelfde stuk wat ik had gelezen in de TT. Van bid de Heer van de Oost, naar weinig arbeid. En hij roept ons eigenlijk allemaal op om te zaaien wat we kunnen. Ik denk dat dat ons eerste opdracht is. Als we werken, bijvoorbeeld uit praktijk, misschien de collega's. Ja, het had niet aangezet. Ja, maar ze hebben het wel gehoord. Oké, goed. Nee. Maar ik denk onze eerste opdracht is te zaaien. En je moet gewoon kijken naar de situatie. Soms kan het zijn, bijvoorbeeld ook in mijn familie, zijn mensen die echt niks van het evangelie willen weten. Maar ze weten wel dat ik christen ben. Dus, en sommigen hebben gezegd, nou ja, houd er nou maar over op. Ik wil niks meer van weten. Dat is best. En dan hou ik er ook over op. Je bidt er voor gelegenheden altijd. Maar niet te makkelijk zeggen van we stoppen, want het is gevaarlijk voor de zwijnen. Want bijvoorbeeld, heel praktisch voorbeeld. Ik was vorig jaar, of twee jaar geleden, was ik aan het rond de kerst folders aan het uitdelen. Bij de plusmarkt hier. En dus ik liep op een paar jongeren aan, een jaar of 16, 17 misschien. En toen wilde ik ze een foldertje geven over kerst. En die ene jongen liet in niet mis te verstaande woordingen horen dat ik maar beter weg kon gaan. En hij heeft dat ook gedaan. Ik zei, nou jammer, ik heb de kans gemist. En dus ik liep verder met folders en bleef op de plusmarkt. En opeens flitst langs mijn hoofd, zie ik een jongen langs me heen rennen en die springt bovenop die jongen met wie ik net gesproken heb. En die geeft me een flinke klap. En ik denk, wat is dit? Dus ik zeg tegen een vrouw die boodschap aan het doen was, ik zeg, vrouw, wil je even folders vasthouden? En ik ging naar die gasten toe om ze uit elkaar te halen. En toen ging die jongen die die klap had uitgedeeld, die ging weg. Toen ging ik gewoon bij die jongen die tik had gekregen, gewoon bij hem zitten op het bankje. En toen kreeg ik een heel open gesprek, ik vroeg gewoon wie die was. Ik sprak niet over het foldertje dat ik hem wilde geven, maar ik had gewoon interesse in hem. En we kregen een heel mooi gesprek. Snap je dus, onze opdracht is gewoon te zaaien, als je duidelijk weet van, hey kappen, stop ermee, dan moet je dat ook gewoon doen. En bidden we een andere opening. Ik hoop dat het duidelijk is, maar... Ik heb een duidelijk antwoord. Okay. Gaan we door naar de volgende. Staat het volgende. U roept ons op om Gods hand te pakken. Vele kerkmensen begrijpen dit niet. God moet het doen, is het grote struikelblok. Heeft u kort een bemoedigend woord voor hen? Bemoedigend door deze situatie. Okay. Nou, even voor de duidelijkheid, wat ik ook in het begin heb aangegeven, ik kom dus niet uit een kerkelijk gezin. Dus tot mijn 19e, ja, wist ik eigenlijk niks. Ja, van David de Goliath misschien een keer een verhaal gehoord, maar verder niet. Ik heb ervaren in mijn leven dat de Heer Jezus zegt, komt en ik ben in mijn zwakheid en in onkunde, ben ik gewoon naar de Heer Jezus toegegaan. En in die zin heb ik zijn hand gepakt. Heb ik helemaal begrepen hoe dat ging. Theologisch, zal ik maar zeggen. Helemaal niet. En dat begrijp ik nog steeds niet. God heeft gewoon, God roept ons op. Om naar hem toe te komen. Want
Ja, ik vind het best wel moeilijk uit te leggen. Als God zo lokkend is en hij ons oproept om tot hem te komen, wie zijn wij dan om nee tegen hem te zeggen? En nogmaals, wat ik ook aangehaald heb en wat ik deelde met jullie, is dat ik steeds meer tot de ontdekking kom dat hij mij gepakt heeft. En hoe ouder ik word, en het zal alleen maar groter worden, ook die verwondering. Dus ik denk gewoon dat de mensen die hiermee worstelen, sorry, op een eentje op hun knieën moeten gaan, of misschien een goede vriend of vriendin zoeken, zeggen laten we samen bidden om leiding van God, help me. En ik denk als we echt de Heer zoeken en zijn woord openen, met hem alleen durven zijn, ook wat we gezongen hebben, aan uw voeten, Heer, is de hoogste plaats, dan zal hij ons antwoord geven. Want hij heeft beloofd, wie zoekt zal vinden. Als mensen onzekerheid hebben, God wil ons niet in de onzekerheid laten, want hij is zo zielsveel van ons houdt. Nee, want God is zo liefdevol, meer dan we ooit kunnen beseffen. Wederom duidelijk, denk ik. De volgende vraag. Hoe kunnen we zonder oordeel, net zoals Jezus, naar onze medemens kijken? Lekker. Zonder oordeel naar andere mensen kijken. Nou ja, dat heb ik ook gezegd eigenlijk. Wanneer we weten wie we zelf zijn steeds meer, waar we vandaan gekomen zijn, wie zijn wij? Was ik beter dan die jongen in die rolstoel die me met traktaat uit mijn hand sloeg? Nee, helemaal niet. Als we dat weten, als je weet, je moet gewoon naar de mens kijken. Dat heb ik van mijn oma trouwens ook geleerd. Mijn oma zei, jochie, je moet nooit naar de buitenkant kijken. En dat is zo. En als je mensen gewoon niet naar kleding, huidskleur, of hoe ze eruit zien, of ze een piercing hebben van hier tot daar, maakt allemaal niks uit. Ik heb mensen gekend die echt uit de onderwereld op een keer gekomen zijn in mijn naaste omgeving. Die zaten overlopen in, vol met tattoos, maar wat maakt het uit? We moeten gewoon de mensen afstappen en je zult verbaasd zijn wat voor mooie dingen je dan tegenkomt. Stappen gewoon overheen. Een neef van mij, die heeft echt een hele acht leven achter de gehad, dat is vorig jaar overleden. Die kent de klappen van de zweep in de wereld. En die was aan het evangeliseren in het midden van het land. En er zaten ook mensen in leren pakken en ik denk ook motors erbij. En hij zat al steeds te bidden over die gast die daar op de bankje zat. En hij stapte op hem toe. Onderhand had hij gebeden voor hem. En toen zei die man, hey, mag ik wel over Jezus vertellen? En toen stond die man op een grote gast. Die zei, ik ben 666, zegt hij tegen hem. En toen zei mijn neef gelijk achteraan, die heeft ook alles meegemaakt. En ik kom via 777. Toen hebben we zo'n mooi gesprek gehad. En dan prik je door al die uiterlijk vertoon heen. Echt waar, ik wil jullie allemaal bemoedigen, die er nu luistert. Stap gewoon met mensen af. En zoek de kracht van God hierin. En hoe Jezus naar die mensen kijkt. Niet naar uiterlijke dingen. Eigenlijk is het simpel. Of je snapt wat ik bedoel. Zeker. Ja. Goed, bedankt. Okay. Daarop inhakend inderdaad. Komt ook een volgende vraag. Wat is een goede openingszin om te gebruiken om te evangeliseren op straat? Of bent u niet zo van de openingszin? Goed, dat is lastig. Soms, ja, dat weet je, dat kun je niet van tevoren zeggen. Dat is lastig. Want dat ligt aan de situatie. Oh, sorry. Dat ligt aan de situatie. Eerst als je, bijvoorbeeld, ik heb in Rotterdam op de markt gestaan. En in Den Haag, in de Schilderswijk. Vrijdagmiddag, na uitgang van de moskee. En heb ik folders bij je. En dan zeg ik, meneer, mag ik u folder geven? Het ligt ook de houding waar je mee inschrijft. Maar soms krijg je opeens een creatieve inval. Ik heb in de winkel Florence, waar wij ook werken, hè, in Italië werken, doen we evangelisatie onder toeristen. En er was
een vrouw in de winkel. En die wil rondkijken, een heel klein winkeltje hebben maar. En die zei, is dat rondkijken? Een christelijke boekwinkel was dat. Hij zei, wat zou ik nu nou toch meer nodig hebben? Ik zei, nou dat weet ik wel. Maar dan geeft God je creativiteit. Bid om creativiteit. Dat is echt zo. God geeft je dan een inval. En ik heb ook een t-shirt, niet alleen met dit erop. Maar bijvoorbeeld heb ik ook een t-shirt staan. Je maakt mij niet bang, want ik heb 4 dochters. En ze zeggen, mensen lachen dan. Ik zeg, leuk shirt hè. En ze zeggen, maar ik heb er ook nog één met. En dan krijg je, ja, het is gewoon de creativiteit. Je kunt niet zeggen, er zijn openingszinnen. Je kunt zeggen bijvoorbeeld van, sommige mensen zeggen dan, bent u religieus? Moet je zeggen, bent u christelijk? Dat is gelijk de deur dicht. Ja. Maar dan moet je weten om creatief. Per situatie ook weer verschillend. Per situatie verschillend. Ja, ja. Ja. Fijngevoeligheid voor. Fijngevoeligheid ja. Ook en respect. Ja. Respect ook, hè? En de manier waarop. Ja, precies. Ja, mooi. Even zien hoor. Nog even een hele praktische vraag tussendoor. Even zien. Die DVD waar die te verkrijgen is, kan die ook besteld worden? Of bij mij gratis besteld worden. Ja, precies. Ja, oké. Okay. Nou, er is inderdaad een mailadres van ons is doorgegeven in de chat. Dus dan kunnen jullie dat doen. En als mensen ook traktaten nodig hebben in andere talen, precies. Kunnen ze zo als ze kunnen helpen, helpen ze. Ja, okay. Mooi. En de andere talen maakt het niet uit. Nee. Okay? Okay. Goed. Praktisch, hè? Heel mooi. Ja, zeer praktisch, absoluut. Kijk hoor. Ook een vraag van iemand, wellicht met ervaring, die zegt ook, hoe komt het dat het elke keer weer zo'n drempel is om een gesprek aan te gaan? Herkent u dat ook? En zo ja, hoe gaat u daarmee om? Ja, nou, dat herken ik zeker. Ja. Dat herken ik zeker in Madrid, herken ik dat. Maar elke keer toen ik dat in aanraking kwam, dat vers van de Spreuken 24, van red hen die ten dode gegrepen zijn. En daarom is het zo belangrijk dat over het woord van God mediteren, niet er doorheen rauzen. Maar gewoon rustig de Bijbel lezen en laten bezinken. Wat betekent dan red hen die door de gegrepen zijn? En je kunt die drempel hebben, dat heb ik ook. Soms dan ben ik ook op straat, zeg Heer in Jezus naam, ligt soms ook aan je stemming of je hoofdpijn hebt, maar dat maakt niet uit. Want ik denk dat God onze gehoorzaamheid wil zegenen. Dus ja, ik heb die drempel ook, maar soms geeft God dan zo kracht. Ik liep een keer naar de winkel. Het is een heel praktisch voorbeeld ook voor deze persoon. In Florence. En toen was wat. En toen liep ik naar de winkel toe. Ik zei, Heer, wilt u me deze dag helpen? Om die toeristen van allerlei landen weer aan te spreken op uw evangelie. Toen kwam er net uit de parking in onze straat. Kwam er een kenteken. Met een visje erop. En dat gaf me op dat moment weer de kracht. En ik dacht, yes! En toen tikte ik op het raam. Wat is dat voor een... ik zeg, hey, ben je ook een christen? Ik ben ook een christen. Nou, en dat gaf hier dan kracht. Maar God geeft je kracht. En de zegen die je er hebt, omdat je er toch op afgaat, uit bewogenheid van de Heer Jezus, die wil ons dat ook geven, die bewogenheid. Ja. En de volgende vraag is ook nog, hoe gaat het dan om met vijandschap? We hebben natuurlijk net al iets gedeeld inderdaad van die folders die uit de hand werden geslagen dan. Hoe is daar op een goede manier om met liefde mee om te gaan? Het is natuurlijk best een lastige, je vlees neem je ook mee. Ja. Nou, met vijandschap. Nou, ik denk dat het ook hetzelfde is eigenlijk. Als je gewoon rustig blijft. En als je gewoon, je houding is zo belangrijk, dat mensen ervaren dat het niet om een pinpas te doen is, of om ze binnen jouw kerk te krijgen. Dus nou, ik vind het jammer dat u zo reageert, maar wilt er nog eens over nadenken. Maar gewoon, en God, die zal je daar ook de liefde voor geven. Ja, weet je, het is sommige dingen kun je niet vatten in een, maar ik denk als we met Jezus geweest zijn, dat staat ook in de handelingen, wat die fariseeën zeiden, die waren met Jezus geweest, en dan de Heer Jezus, die had ook veel vijandschap,
Maar als je dan ziet hoe hij die fariseeën behandelt, zegt hij, en hij kreeg warm, hij had ze lief. Hè? Had ze lief, ondanks dat ze het bloed onder zijn nagels uit wilden halen, plat gezegd. Ja, misschien is dat niet beantwoorden, maar, als we de gemeenschap met God zoeken, en dat hebben we elke dag nodig, en dan doen we leren te vallen en opstaan, dan krijgen we een zachte hart en de mensen merken dat. Dat betekent niet dat je gearriveerd bent, hè? Even alle duidelijkheid. Hè? Maar het gaat om, dat heb ik ook gezegd, in de omgang met God, je moet hem zoeken, want anders zijn we gewoon onnuttig. Dat kunnen we niet doen. Nee, precies. Inderdaad, houding is... Houding. Nou, dus we gaan een beetje richting de afronding. We hebben nog een laatste vraag. Heb u nog tips voor evangelisatie in de familiekring? We hebben net natuurlijk al iets over gezegd, over uw eigen situatie inderdaad. Maar zijn daar nog, heb u daar nog een laatste tip of handreiking voor? Ja, het ligt eraan of mensen al in een christelijke familie zitten. Dus ik weet niet waar deze persoon vandaan komt. Maar dat hoef ik ook niet te weten hoor. Maar het ligt eraan of je in een christelijke familie bent. En mensen, ik weet het. Dat mensen uit christelijke gezinnen soms moeilijk vinden om de Heer Jezus te aanvaarden als hun redder. En soms dan wordt het wel eens een botsing. Ja, ik heb er zelf geen ervaring mee in die zin. Maar ja, dus ook zo, dan zou ik gewoon zeggen, nou, bid en heb ze lief. Maar vroeger, toen ik pas tot geloof kwam, toen dacht ik dat iedereen die naar de kerk gaat, is een kind van God. Wedergeboren. Ik dacht, dat ga je naar de kerk, slaap je uit op zondagmorgen. Slaap je gewoon misschien beeldgedacht, maar in mijn denkwereld, als wereldziemand, was dat zo. Maar laat ik ook erachter dat door mensen ook dan worstelen, ik denk sowieso met mensen die worstelen met zekerheid, ja, daar moet je heel met liefdevol mee omgaan. Maar ik denk dat gewoon je leven leven. En ja, ik snap het, hoe dichter bij hoe lastiger, weet je. Nou, in ieder geval ontzettend bedankt voor de vragenbeantwoording. Ja. Ik wil nog vragen of u met ons wil eindigen. Ja, goed. Ik kan zelf kiezen of dat zittend of staand. Ja, is goed. Dank je. Maar ik wil nog even zeggen, thuis heb ik nog folders waar allemaal aanwijzingen, tips staan over evangelisatie. Dus ik wil met alle liefde jullie een stapeltje toesturen als real-time, dat jullie ze verspreiden aan jullie mensen. Dat heet Vissers van Mensen, heet dat. Dus dat wil ik graag uitdelen. En mensen lectuur nodig hebben, ze kunnen me altijd bellen. Oké? Goed. Ja? Geweldig. Oké. Laten we met elkaar danken. Ja. Lieve Vader in de hemel, we danken u voor uw genade die nooit ophoudt. We danken u voor uw barmhartigheid over onze levens. We danken u dat u zo diep bent gegaan. En dieper zullen wij nooit komen. Want u bent de hele weg gegaan. U heeft degene die u in de wereld lief had, zegt de Bijbel, lief gehad tot het einde. Tot het bloederige kruis. Daar wil u verdanken, Heer. O God, moet u deze avond gebruiken, voor wat dan ook, dat mensen meer honger naar u zullen hebben. Daar hoor ik zelf ook bij. Want we kunnen zonder niks doen. Ik bid u voor iedereen die geluisterd heeft, of misschien een andere keer luistert.